De acties van de Surinaamse Politiebond zijn opgeheven. De afdelingen RBT, MSD en Basispolitiezorg bieden vanaf nu weer diensten. Maar de bond is nog in beraad. Dit is vanmorgen tijdens een algemene ledenvergadering voor de Nationale Assemblee bekendgemaakt. De bond eist volgens voorzitter Atompay nog steeds het terugdraaien van de ontslagen van politiefunctionarissen Raoul Hellings en Sergio Gentle. Volgens bondsecretaris Eijk zal de zaak nu strategisch worden aangepakt. Er is door de bond het besluit genomen om de acties op te heffen om te voorkomen dat zij een vonnis op hun naam krijgen. De president heeft gisteren aan de bond meegedeeld dat hij vanaf 5 uur vanmiddag beschikbaar zou zijn voor een gesprek met de vakorganisatie. Het staatshoofd keerde aan het begin van de middag terug in Suriname. De justitieminister wil niet communiceren met de vakorganisatie, meent SPB-voorzitter Atompay. Wat niet de bedoeling en werkwijze is van de politiebond. Atompay stelt dat hij geen verwachtingen heeft met betrekking tot de gesprekken met de president, maar met een positieve blik naar de onderhandelingstafel te gaan. De bond komt morgen weer in vergadering bijeen met de leden.